Heb je een fles bubbels? We doen gewoon een lekkere bubbels voor de birthday. Woe! We eten heel erg lekker. Dit zijn de vlogrechtjes. De carpaccio en de scallops. Ziet er ook heel mooi uit. En de vitello tonnato. Super lekker. Kijk, echt mega. Ja, ik heb echt een heel groot stuk vlees. Oh kijk. My god. Would you like to have it with a touch of amaretto? Oh, he yeah. Likes amaretto. Yes. Yeah. Oh, yes. They get some amaretto. This is a special version of tiramisu for my friend from Amsterdam. Si, gracias. Si. Dark chocolate. Oh, traditional tiramisu. Gracias. Please enjoy. Good morning. We zijn net wakker geworden. Net er even wat crèmetje opgesmeerd. Heerlijk bed. Echt super lekker geslapen. Word je dus ochtends wakker. En dan is dit gewoon de view. De zee ook die hoort. Zo lekker. Liggen lekker ja, hier. Heerlijk. Chillen. Cheers. Met een lekkere cocktail en ik een mocktail. Ja, ik ook. Ik heb ook een mocktail. En het is echt zo, zo mooi hier. Het is echt wel een next level hotel, hè? Next level experience. Super tof. Ja, echt heel erg mooi. Je kan hier dus gewoon via, ze hebben een app en dan kun je gewoon lekker alles bestellen. Snacks, cocktails, mocktails, drankjes. Je butler aan het werk zetten. Ja. We hebben gevraagd om een bad te laten open. Ja, dat zijn eigenlijk dingen. Later denk je, oh dit hadden we ook wel zelf gekund. Ja, maar... je voelt je een beetje, eigenlijk het is een beetje gênant. Want er komt iemand dan die kamer in en die doet dan het bad voor je aan. Ja. Maar ja, dan denk ik ook meteen inderdaad van ja, dat had ik ook wel zelf kunnen doen. Maar toch is ook, hoort het er een beetje leuk bij. Om het te proberen. Ja, en dan heb je een butler die je koffer uitpakt en die je bad laat vollopen. Nou, dat altijd... koffer uitpakken, dat vind ik wel echt serieus. Daar ben ik zelf dan weer niet de beste in. Dus dat is wel ik fijn. Ik pak altijd jouw koffer uit. Ik ben altijd jouw butler. Precies. Ik pak altijd jouw koffer in en uit. Nou, vind je het fijn? Ja, dat is echt fantastisch. We kwamen terug en alles lag lekker in de laadjes. Super netjes. Mooi opgehangen ook. En ja, dat is wel echt, ik heb het nog nooit meegemaakt in een hotel dat ze dat, dat ze gewoon je koffer uitpakken. Wij houden hier wel even uit. Ik denk het wel, ja. Het is het Aziatische restaurant. En we gaan hier eens even lekker eten vanavond. Het is om 12 uur, is het Bart's birthday. Het is hier hartstikke donker, dus ik heb nu een lampje aangezet. En de rest van de mensen die zullen waarschijnlijk denken van wat zijn dit voor mensen. We zijn het middelpunt van de avond nu met het lampje. Here we have American Wagyu with a hot stone. Be careful please, this is really really hot. Not spicy, the middle one is mild. And the third one is a little bit more spicy with ahi. We have the Wagyu American on the side, little slices and sea salt. Ik ga moet je nog steeds zelf koken. Ja. Het is Amerikaanse Wagyu beef. Even proberen, dus even kijken. Een beetje van dat zeezout erop. Kijk, wat zei hij nou? Ik heb helemaal niet opgelet. Deze is heel pittig. Oh. Deze medium, deze niet. Nou, doen we eerst even niet. Ik vind het wel van pittigheid, normaal. Nou, maar je bent nu aan het filmen, dus dan stik ik erin. Goed? Heel mals lekker vlees, ja. Wil jij iets van? Ja, zeker. Die wil ik eigenlijk wel. De mol. Ja. De mol. Ja, de shopping mol. Ziet er heel goed uit, hè? Nou, we liggen lekker in de hangmat. Hartstikke bezopen. Nee, je bent niet bezopen, maar het draait wel een beetje door de hangmat. Door de hangmat. Nou, we weten nu al dat we dit dus niet gaan gebruiken in de vlog. Nee. Of misschien wel. Als je het nu ziet, hebben we het toch gebruikt in de vlog? Nee, denk ik niet. Ik denk het ook niet. Maar wel leuk om zelf terug te kijken. Dat is schat. Nou,
How are you this morning? Good, how are you? Good. Excellent. Good morning. Good day. So much. Holy late service, sir. Benieuwd wat er allemaal onder zit. This is the our movie of the day. And croissants. And coconut cookies. And croque madame. And chilaquiles. And lox bagel. You ordered a lot. And toast, salmon tartini, pancakes, and vanilla cheese enchilada, and eggs benedict, and French toast, and fruit. So Bart heeft ontbijt besteld, room service. Oh my god, schat. Veel, besteld. Nou, volgens mij eggs benedict, een lekkere toast met salm, pancakes, French toast. French. Allemaal fruit. Fruit, some bakeries. Ja. Nou, oh my god, it's your birthday! Ik denk dat er genoeg eten is. Voor twee en ik denk wel voor meer eigenlijk. Ja, een breakfast, ontbijt voor yes. Je birthday. Wow. Happy birthday! Mag ik openen? Ja. Hello, happy birthday to you! Oh, what's that? Happy birthday! For a wish, okay? Okay. Bravo! Thank you so much. Gracias. Thank you for coming. So you can see what we have inside. Wow, that's amazing. Wow. It looks so good. Oh, nou, nog meer. Een taartje en een. Oh. Ja, dat is leuk. Dat is zo'n. Want je kijkt, dat is zo'n piñata. Die moet je dus stuk slaan. Wat doen we? Dat is Mexicaans. Wat zit erin dan? Nou, dat weet ik niet. Break open piñata for a surprise. Er zit een stok bij. Even kijken. Zal ik het gewoon stuk slaan? Ja. Pas op dat je dit. Daar gaan we. Oh. 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 Oh ja. Het is helemaal chocolade. Het is helemaal hè? Chocola, moet je kijken. Oh. Oh wow. Oh my god. Oh ja, het zit helemaal vol met snoep. Kijk dan. Oh. Nou. Oh. Mm. Omdat we het gisteren zo rustig aan hebben gedaan, krijg ik volgens mij weer een fles bubbels. We doen gewoon lekker de bubbels voor de birthday. Woo! Hoppa. Let's cheers. The view. Nou, kijken. Hoe is je verjaardag tot nu toe, schat? Ja, ik denk de allerbeste verjaardag ooit. Serieus, zo mooi hier. We zijn mega aan het genieten. Ja, ook zo, ik hou zoveel van lekker eten. Nou, er is hier zoveel lekker eten. Het is echt... Ja. We hebben lekker lunch besteld. Dus we zitten hier even te genieten met de view. Ja, en om 4 uur hebben we een spa-afspraak bij de spa. Dus we nemen je even mee. Ja, best. Wij gaan naar de spa. Lekker eventjes chillen in de spa. Ik ben heel benieuwd. Go, let's go. What's up? How are you? Good, how are you? Excellent, how can I help you, sir? We have an appointment for the spa. What for? May I have your number, please? Size 00. Oh, that's a good show. Zo, even lekker een... Verfrissend doekje. Verfrissend doekje, zo. Voor het hoofdje. Voor het hoofdje. En we gaan dus een lekkere welkomstdrink drinken. Wat drinken we? Het is met Hidden berry, frutos, royals, mandarina en naranja. Met berries en mandarin en orange. Nou. Geen tequila. Nee. Oh, ja. Apart. Het proeft healthy. Heerlijk. Ik weet niet of je überhaupt iets ziet hier, maar ik zit nu dus in de cold room. Nog nooit van gehoord, maar het is dus een kamer en het is steen koud. Oh, wat is het? Kan ik het hier zien? Nou, het valt eindelijk wel mee. 18 graden? Nee, het is geen 18 graden, het is veel kouder. Zou je ook nog dat ik ijs over me heen moest gooien hier? Nou, ik heb geen idee, maar we gaan het gewoon lekker doen.
Nou. Het is echt steen koud. Hier moet je kijken. Oh, het is hier steen. Zo hé, nou. Het brandt verschrikkelijk. En nou moet ik een soort van gel voor mijn lichaam doen. Nou, het ruikt wel lekker eigenlijk. Ik heb mijn gezicht dus helemaal ingesmeerd met een soort moddermasker. En dan ga ik nu de stoomkamer in. Ik kan de camera niet mee naar binnen nemen, maar ik ben heel benieuwd hoe dit gaat worden. Nou, ik kom dus net uit die hete stoomcabine en nou willen ze me in een soort van hok houden waar ik volgens mij een hele koude douche over me heen ga krijgen. I have to pull myself? Ja. Oké. Het was echt zo heet daarbinnen. Het grappige was, ik kreeg dus een soort van crème. En ik dacht dat het dus voor mijn lichaam was, maar het was conditioner voor mijn haar. Dus ik heb me helemaal ingesmeerd met conditioner. Oh, Jesus. Cold. Ik had al dit crème in mijn hoofd. In mijn ogen. Dat was lekker te vinden. Het stoomhok net was wel echt heel erg warm. En daarna die koude douche. Maar ja, je moet er even doorheen. Ik ben er eigenlijk niet zo van. Maar je moet er even doorheen en dan is het wel echt heel erg lekker. En dit is echt geniet hoor. Even zo lekker. En ja, het gekke is hier wel, het is dus dames en heren gescheiden. Dus ja, Paulien die is nu in het damesgedeelte even lekker aan het genieten. Ik ga hier, dit is dus het koude water. En dan hebben ze het warme water. Dus ik moet nu eerst in het koude water. En hij zei ongeveer minimaal een minuut. Dus ik ga kijken of ik dat volhoud. Oh god, ja, het is echt koud. Oeh. Ah, ik kom ook net uit zo'n heel warme jacuzzi. En dan... yes, thank you. How do you feel? It's cold. Very cold. Very cold. Nou, ik denk dat je gewoon dat je het maar gewoon moet doen, dat je er gewoon in moet gaan, maar ik ben nog even aan het moed aan het verzamelen. Het is echt steenkoud dat water, joh. Nou, Jezus man. Ja, nou, ik moet het maar doen. Kijk, als ik die vlog niet maakte, dan had ik het misschien gewoon niet gedaan nu. En dan sta je ook weer zo voor lul, dus laten we het maar doen. Oh, Jezus. Jezus, nou, ik moet er 3 minuten in. Oké, nou, een beetje licht in je hoofd. Een soort natural high. Ik begin steeds een beetje langzamer te praten en het is echt zo koud. Maar ja, misschien is dit dan heel gezond? Ik heb geen idee, maar... Nou, we gaan eruit. And now I go into this one. Oké. Oh, that's better. Yeah, much better. Right? Would you like an ice popsicle? What is that? An ice popsicle. Okay. We have lemon, orange and pineapple. Oh, pineapple. Thank you. Oh, ik kan niet eens meer nadenken. Die man vraagt of ik wat lekkers drinken wil, maar... Poeh, oh, dit is wel beter. Het is niet heel warm, maar dit is stukken beter. Zo. Even terugkomen op aarde. Nou, weet je wat het is? Het is eigenlijk super lekker, zo'n spa. Maar het zijn wel van die dingen waar je volgens mij even doorheen moet. Ik ben volgens mij niet zo'n held met zo'n stoomcabine. En dan krijg ik het altijd eigenlijk een beetje benauwd. En dan nu in zo'n steenkoud bad. Maar ja, achteraf, het is wel heel verfrissend. Laten we het daarop houden. Nou, hier gaan we hoor. Hij herkent die koffers wel. Ja. Nou, hij zei die Noah. Zei hij dat? Hij zei die Noah. Daar gaan we, de Reef 28, like where it all started. Ja! Zo, we zitten te wachten op onze kamer. Over een half uurtje is die klaar, maar ja, wat doe je dan? Gewoon lekker even wachten op de rooftop. Nee, we zijn hier natuurlijk helemaal bekend, dus we weten al wat we moeten bestellen. We weten wat we willen eten. Dus Bart meteen, yo, bestellen en lekker aan de cocktails. Nou, en de phone party is ook al aan de gang. Nou, we hebben lekker onze kamer weer gekregen en het voelt wel een beetje als thuiskomen, schat, in de Reef.
Lekker, hè? Heerlijk. We zitten net aan de andere kant. Dat is heel grappig. Vorige keer zaten we hier naast. Een eentje hoger, volgens mij. View op de Fifth. En gewoon lekker genieten. Hele fijne kamer hier altijd. Echt super groot. En ook een hele fijne badkamer. Heel relaxed. Gaan we even lekker een paar dagjes hier genieten. Hallo, wachtgevenden. Cheers. Bedankt voor het kijken van deze video. Vond je het een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. En abonneer je op dit kanaal. Bye!